Marga en André Stegger lopen al jaren de Vierdaagse. Maar als ze vandaag hun hotel in Elst uitstappen, herkennen ze het dorp waar ze al jaren komen bijna niet. Ik denk, ja, wanneer gaan we nou eigenlijk beginnen? Ja, het is niet anders en ja, het blijft apart. En we hebben vorig jaar ook hier alternatief gelopen, dus we weten wel een beetje hoe het is met de sfeer. Maar ja, hoop dat volgend jaar weer normaal wordt. Triest eigenlijk. Ja, triest. Vorig jaar hebben we alternatief gelopen. Toen was er zelfs nog meer reuring als dat het nu is. Want nu is er echt helemaal niets hier. Het is echt, ik vind het voor de ondernemers ook heel erg. Die ondernemers krijgen daarom vandaag dan ook een kleinigheidje van hun gemeente. Dat is een rolletje met blauwe snoepjes in dit geval voor onze ondernemers. En waarom voor de ondernemers? Nou, er zouden hier eigenlijk door deze straat iets meer wandelaars doorheen komen. En dat is natuurlijk wel een strop voor onze ondernemers. Dus daarom hebben we dit rolletje snoep om zijn hart, letterlijk een hart onder de riem te steken. Niet elke ondernemer heeft evenveel last van de afgelaste wandeldag. Ja, er zitten meer mensen dan dat ik gedacht had. Wat voor voorbereidingen heb je getroffen voor, nou ja, toen je nog niet wist waarschijnlijk dat het niet door zou gaan? Ja, inkopen gedaan natuurlijk, extra mensen erbij gehaald. En die extra mensen heb je dan misschien uitgeroosterd, neem ik aan? Ja, die hebben we uitgeroosterd. Maar met inkopen, die staan gewoon in de koeling? Ja, meestal de dranken dan en etenswaren, dat staat in de koeling, maar dat komt wel op van de week. Daar heb je wel vertrouwen in? Ja, we hebben hotelgasten, het hele hotel zit vol, dus die maken dat wel op. Als het aan wethouder Horsthuis Tangelder ligt, mogen er nog wel meer mensen langskomen. Het is nu nog niet zo heel erg druk. Misschien dat dat later vandaag of misschien vanavond, dat het feest echt losknalt. Het is in ieder geval zorgen dat je de verkoeling opzoekt vandaag. En dat kan heerlijk met een ijsje bij een van onze ondernemers.